Kijk, Marco was natuurlijk de allerbeste van de wereld. Ja. Bedoel, echt. En dat heeft hij nu ook met die Brobbie, weet je. Het is heel moeilijk, denk ik, je in te denken. Maar dat moet je natuurlijk wel leren als je coach bent of coach wil worden. Dat, ja, dat ze niet allemaal zo goed zijn als jij. En er zat Marco nog bij de hele zelf, toch? Maar ik denk dat Marco's probleem was dat hij was zo goed. Ja. Dus als wij zeg maar op ons niveau over voetbal praten en ik moet jou als trainer iets uitleggen, dan snap jij precies wat ik bedoel. Ja. Alleen Marco kon zelf soms dingen aan ons uitleggen die wij op dat niveau niet begrepen, maar hij heel normaal vindt. Dus hij vindt, zeg maar, vanuit zijn denkwijze heel normaal wat Brobbie doet, terwijl dat eigenlijk wel al best wel een heel behoorlijk niveau is. Ja. En dat is ook de lastigheid van het coachen. Ik denk dat hij daar op een gegeven moment ook niet gelukkig van werd, omdat het heel lastig voor hem was, omdat de manier van denken, dat het een heel hoog niveau is, Stapje terug om dat over te brengen. Ja.